De Stroom. Dat was even een liedje. Ja, dat is een nummer dat hebben wij destijds geschreven voor. Was een van de liedjes die we moesten hebben geschreven voor het Songfestival. Dankjewel. Over de. Dankjewel. Dankjewel. Een van de liedjes die we moesten schrijven voor het Songfestival over de vloek van de drieërs gesproken. En we hadden nu hier, na dit nummer, in het begin van de tour dan, een heel verhaal over het Songfestival. En dat hele avontuur wat we daar hebben meegemaakt, wat een soort van bitterzoet verhaal was. En wij vlagen ook in, best wel grappig af en toe, dat verhaal. Maar uiteindelijk won het bittere van het zoete halverwege de tour. En toen hebben we besloten om dat hele verhaal eruit te gooien. We willen het er eigenlijk gewoon niet meer over hebben. Dus toen, toen hielden we ruimte over in de show. Hebben we besloten om daar een verzoeknummertjes ronde te doen. Dat betekent niet dat jullie nu liedjes kunnen gaan roepen uit de zaal. Maar we hebben dat gezegd op Facebook. En mensen konden van tevoren zeggen wat ze wilden horen. En vandaag hebben we een heel bijzondere vraag of inzending of aanvraag. Ik heb het... Het was zo leuk dat ik heb het uitgeprint, want ik wilde dat niet uit mijn hoofd doen. Bang dat ik een paar dingen vergat. Oh, dan kan ik even naar de wc. Nee, het is maar heel klein verhaal. Het is van Sanne Ploeg. Beste drieërs. 11 mei komen mijn moeder en ik naar Veenendaal. Omdat mijn moeder jullie net iets langer kent dan ik, vroeg ik haar welk liedje ze zou willen horen. Dit was haar antwoord. Mijn echte favoriet is Geef mij een naam. Dat dekt de hele lading van hoe het leven zou moeten gaan. In mijn werk, maar ook wat de wereldproblematiek betreft, blijft dit lied altijd super actueel. Er wordt dagelijks oorlog gevoerd uit naam van een godsdienst. Waar hebben we het over? In iedere religie, en ook voor de mensen die niets met religie hebben, zou het toch maar om één ding moeten gaan. Goed zijn voor elkaar. En of je die goedheid nou God of Allah noemt, het doet er niet toe hoe het heet. Geef het een naam, maar handel ernaar. Doe wat goeds voor een ander. Geloof een beetje in elkaar. Dan wordt het allemaal een stuk fijner. Zou super zijn om deze te horen. Heel graag voor jullie, Sanne en je moeder. Maar